hebt een goed job, hè? Ja. Kom in de gaten. Ja, kom in de gaten. Moet ik in één keer met 80 km per uur en een camera in mijn rechterhand een motorhelm opdoen, een scooterhelm. En ik denk, ik wil nou geen helm op. En toen zei hij, police. En ik denk, oh kut, zal ik maar die helm opdoen, snel. Ik kreeg het touwtje niet echt vast aan mijn kin, weet je wel. Uiteindelijk kwam het goed en iemand naast me had geen helm op en die werd aangehouden. Kijken of ik hier nog een mooie lizard tegenkom. Daar zo. Ik ben heel de dag vrij, het is lekker weer. Ik zit hier in een fantastisch park. Ziet er ontzettend verzorgend uit. Overal waar ik kijk zijn mensen bezig. Ze zijn lekker aan het bouwen hier zo. Dat is ook, hè. Dan sta ik op en dan ga ik naar de sportschool. En dan loop ik daarheen en dan zie ik allemaal mensen bij de bushalte staan. Allemaal moeten ze naar hun werk. Oh, dat moet ik niet vergeten, hè. Dat moet ik niet vergeten. De laatste tijd heb ik een beetje tegenslagen of weet ik veel wat. Dan lijkt het net alsof alle problemen ineens tegelijkertijd komen. Ik had dat in 2022 ook. Politie, dronken gevallen op de scooter, een ruit doorgeslagen. Uiteindelijk nog een video van gemaakt. En aan het einde van de video crashte mijn MacBook. Soms loopt het leven je echt te testen. Eenzaamheid speelt ook altijd een rol. Je wilt graag in contact komen met mensen en dat lukt dan op een of andere manier niet. Want ik heb dus Beam ontmoet en daar had ik even contact mee. Maar nu heeft ze COVID, dus ik kan niet bij haar komen. En dan heb je een oud collega die dan in Kassenrood aankomt en dan kom je daaraan en ben je zwak, ziek en mis. Dan maak je daar nog in ieder geval een klein videootje van. Heb je alleen maar laptopproblemen? En ben je uiteindelijk met zo'n kleine rotvideo ook nog heel de dag mee bezig? En die eenzaamheid loopt ook maar steeds door. Dan moet jij oppassen dat je niet krankzinnig gaat worden. En ik begrijp daarom ook wel dat mensen gewoon een simpel huisje, boompje, beestje leven willen leiden. Veilig, achter het geradium, beste papa en mama van de hele wereld spelen. Kan niet zoveel gebeuren. Gewoon lekker, simpel gaan settelen. Dan heb je de controle in handen. Dat begrijp ik. Dat is echt zo'n moment dat ik begrijp dat mensen gewoon simpel huisje, boompje, beestje leven willen. Ik geniet zowel van de ups en downs, omdat ik weet, die horen er gewoon bij. Zonder downs geen ups, weet je wel, dat is gewoon logica. En mensen willen vaak alleen maar de ups zien. Eindelijk naar Pattaya, eindelijk een beetje avontuur. Alsof heel deze reis geen avontuur is. Heel deze reis is een avontuur. Die hel in Kassenrood, dat was een avontuur, vriend. Dat was alleen overleven, op een slagveld. Niemand gaf geen fuck om mij, dat is een avontuur. Die downs horen daarbij. En mensen willen vaak alleen maar de ups. Ze willen alleen maar dat ik met een mooie vrouw aan het genieten ben en dit en dat. Dat is ook mooi, dat is ook leuk. Maar ik geniet van de ups en de downs. Ik heb super veel dorst. Ik ga op zoek naar wat drinken. Hopelijk kan ik hier een 7-Eleven vinden. Maar ik ben hier nog niet geweest. Ik ben op onbekend terrein. Oh mijn god, jij kan ook praten. Oké, hier achter mij staat een kraampje wat ik heel graag een keer wil gaan proberen. Ik heb er nog nooit op. Het is uit zo'n bamboestok, komt er een bepaald sap uit. Het lijkt me heel smerig, maar als je het nooit op hebt, kun je er niet over oordelen. I want to buy. One drink. 50 and 30. 20. Uit die bamboestok wordt sap gehaald en dat wordt dan door zo'n mixer heen gebracht. Ik ga er even voor zitten. Ik hoop dat het lekker is en dat het ook een echte dorstlesser is. Het lijkt wel op iets, op een peerijsje. Er lopen heel wat Thailand-experts naar dit kanaal te kijken. Hoe heet deze sap? Laat het me weten in de comments. Een espresso cold? Espresso? Ik moet alles drie keer zeggen. No sweet. No sweet. Hot. 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 Espresso, espresso. Maar uiteindelijk kom ik er wel. Als ik bijvoorbeeld met Beam op stap ga of even er tussenuit ga. Ik heb een aantal keer gedaan, dan trekt ze iets zwarts aan. Dan denk ik bij mijn eigen zwart trekt warmte aan. Je zit hier in Thailand, het is super warm. Waarom doe je dat? Maar ja, ze wil er gewoon mooi uitzien. Ik heb liever een sportshirt en dat ziet er wat minder netjes uit. Het zit wel comfortabeler. En ik trek ook wel af en toe wat nets aan. Als ik bijvoorbeeld een date vanavond zou hebben, dan zou ik ook wel netjes eruit kleden. Maar de meeste van mijn dagen trek ik gewoon wat comfortabels aan en dat is gewoon een sportshirt. Ik moet eigenlijk nog een foto van mezelf hebben dat ik in een netshirt sta. Een beetje als een gladjanus. Want ja, dat werkt gewoon. Dat is ook met de in-
en uitzoomen, weet je wel. Ja, kijk, dat is de YouTube-trend. Dat is heel belangrijk dat je voortdurend in- en uitzoomt, zodat de kijker geëntertained blijft. Bij mijn vorige video heb ik dus voor het eerst in- en uitlopen zoomen. Anders gaan mensen op de duur wegklikken. En met deze camera kan ik dat niet doen, want deze heeft geen 4K. In- en uitzoomen. Maar dat werkt gewoon. Je moet er gewoon in meegaan. Je moet er niet eigenwijs in zijn. Nou, ik loop nu langs een hele mooie moslimmoskee. Ik ben hier toen al één keer langs geweest, maar toen met de boot. Dat is heel groot. Ja, de Alam Salam Moskee. Hallo! Hallo! Zie je dat? Dat is met stukjes hout en staal in elkaar gezet. Maar het is wel stevig. Die brug die past beter bij de moslimmoskee. Is een stuk mooier. Volgens mij is nu het middaggebed. Een heel kort middaggebedje. 1:15. En ik kan er weer tegenaan hoor. Ik heb er weer helemaal zin in. Mijn timelapses waren in 2022 veel beter, maar dat komt omdat ik toen een ND-filter had. En die ben ik vergeten. Ik dacht dat is niet zo nodig. Hello, can I have pineapple? Or... Wait a minute. Veel mensen willen al een antwoord hebben voordat ze een keuze maken. Terwijl dat je vaak alleen maar een antwoord krijgt als je de keuze maakt. En als jij met een vrouw van boven de 30 praat, dan willen ze alles al van je weten. Je toekomstplannen, wat je gaat doen, hoe lang je hier verblijft, wat je doet, waar je verblijft, hoe lang je hier nog bent, bla 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 bla. In plaats van gewoon af te spreken en daarna het wel zien. Ik ben ook voortdurend aan het doen. Denk je dat ik al deze video's van tevoren had kunnen verzinnen? Nee, ik denk niet na. Ik doe gewoon en daarna zie ik wel. Als ik voor je sta en ik val als een blok op je, veranderen mijn toekomstplannen. Plannen kunnen altijd wijzigen. Vrouwen boven de 30 zijn overdenkers. Ze denken te veel na. Hallo, how many people? One person. One. Outside, inside. I wanted there. Yes. Oh, so sorry. Yep. Table did. Okay. Table. What do you mean? Okay. Okay. Een lekker kazooi maaltijdje. Met beef. Dit is echt het Thaise Noordse voedsel wat ik heerlijk vind. Ik heb een goed tentje gevonden. Ik zal de naam even hier onderaan zetten. Crab? Cap. Oh, this is a cap. But no ND filter. ND filter, I can buy. Nou, ik dacht hier wel even een ND filter te scoren, maar dat valt iets tegen. ND filter is een soort van zonnebril voor jouw lens. Ja, dat maakt jouw timelapse wat vloeiender. Ik heb behoefte om aan contact te komen met iemand uit de cultuur en dat verloopt tot nu toe voor een meter. Ik moet mezelf zien bezig te houden deze dagen en dat lukt me prima hoor. Voor de rest is het hopen dat ik in de avond een dateje heb en gewoon geduld hebben en ja, die leven met een lekkere bak koffie. 34. Ja. I want to try this one. Yeah. Nou, geen ND-filter, wel een broek. Prima.